Give the man a beat. The beat. Creature. Let's see it. Via media kweken ze massaleuroses. Brood aan het spelen, behouden de controle. De echte zoektocht naar de waarheid is uit een boze. We lijden pijn omdat we onze ware aard niet kennen. En daarom als een vloek over moeder aarde zwerven. Maar het is tijd om wakker te worden. Kijk om je heen, begin je omgeving waar te worden. En vraag je af van waar we komen. Want het zit niet in ons bloed om elkaar zomaar koelbloedig uit te moorden. Vraag je af waarom we dromen. En hoeveel realiteiten er dan door elkaar lopen. Check de symbolen. Wat is de werkelijke toedracht van de engelen en demonen daarboven? Onderzoek al de oude culturen en ontdek het bestaan van universele buren. Want we zijn niet alleen. We zijn niet echt wakker. We zitten allen in een diepe, 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 diepe slaap. Kan die beat niet wat luider in mijn fout? Ah, nice, thanks. Of stoppen met dessen. Het hele idee van bij jezelf beginnen. Tot het diepste van je wezen laten doordringen. Denk na, waarom verdwijnen al de bijen? Over de oorzaken kunnen we eeuwig bezig blijven. Het is de oplossing die komen moet, jou. Hoop doet leven, maar weet dat het ook tegenhoudt. Dus wacht niet op profeten of op tekens. Nu is het moment om te leven, te leren, te luisteren. Het duister overwinnen door creatieve uitingen. Creatief. Dus hoe zit het? Blijven we sukken? Ons potentieel benutten of die capaciteiten de kop indrukken? Hoe zit het? Blijven we sukken? Ons potentieel benutten of die capaciteiten de kop indrukken? En word wakker, word wakker, word wakker. Word wakker, word wakker. En word wakker, word wakker, word wakker, word wakker. Word wakker, word wakker, word wakker. Word wakker, word wakker, word wakker. Opstaan. En word wakker, word wakker. En word wakker, doe die maskers af. Gedaan met carnaval. Denk niet langer in verdediging en aanval. Focus liever op het doorbreken van je mentaal. Zonder vooroordelen, zet de liefde centraal. En wees je bewust van de manipulatie. Noem het Skull and Bones, noem het de Illuminati. Het kwaad zetelt in de top van de Verenigde Naties. En Obama heeft dezelfde cashbron als de nazi's. Het is fucking tragisch, onzichtbare tralies. Beschaaf de slavernij met angst aan de basis. Ik ben blij dat bijna gedaan is. Binnen een paar jaar zijn we volledig telepathisch en empathisch. Organismes in harmonie. Zonder zonde, dus ook geen nood aan een alibi. Of rijbewijs, of gelijk welk document. Luister wat ik zeg, het is gedaan met de consument. Check, pas, wat? Luister wat ik zeg, het is gedaan met de consument. Word wakker, word wakker, word wakker. Worden wakker, worden wakker, worden. En word wakker, word wakker, word. Jepla!